11 studenten van het Suriname Maritiem Instituut, SMI, zullen vanaf juni tot december 2019 praktijkervaring opdoen op schepen van Medsurf, de logistieke contractor van het Staatsolie Nearshore Drilling Project. Rudolf Elias, Managing Director van Staatsolie, Medsurf's CEO Karel Bartolo en de voorzitter van Suriname Logistiek Onderwijs, SLO, Michel Amafo, hebben de overeenkomst hiertoe vandaag ondertekend. Staatsolie is op 1 april 2019 gestart met exploratieboringen in het Nearshore gebied. Dat is het zeegebied tot 40 kilometer uit de kust. Medsurf is belast met het transport van personeel en materiaal over water vanuit de haven naar het boorplatform en omgekeerd. De drie partijen geven middels deze samenwerking invulling aan de dringende behoefte aan vaarpraktijkervaring voor tweede- en derdejaarsstudenten van het SMI. Staatsolie neemt de kosten van de medische keuringen vereist voor werken op zee, de reisverzekeringen en de vereiste veiligheidstrainingen van de studenten voor zijn rekening. Medsurf zorgt voor scheepsaccommodatie en praktijkbegeleiding tijdens hun verblijf op de schepen. Terwijl SLO verantwoordelijk is voor de overige verzekeringen en de pedagogische en didactische begeleiding van de studenten. Staatsolie geeft door het aangaan van de overeenkomst invulling aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij onder andere de ontwikkeling van jonge Surinamers een belangrijk aspect is.